Yo gasten, yo guys, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Baat, ook wel Almost Normal en zoals jullie kunnen lezen aan de titel en de thumbnail hebben gezien, keek ik best wel sip. Wees gerust, het is niet dat het echt heel slecht met me gaat, maar er zijn wel wat dingen waarvan ik denk van hé, dat moet anders en daar ga ik deze video over maken. Want ik zie dat er wat gebeurt op dit kanaal. Want ik vind dat mijn fingerboard content leuker wordt en beter wordt. Alleen ik zie dat er views steeds minder worden. Dat vind ik een beetje gek. Dus ben ik gewoon van plan om ook wat andere dingen te gaan uploaden. Want ik snap het, fingerboarden is gewoon een heel klein groepje mensen die het echt heel leuk vinden. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook nog steeds super leuk. Maar er moeten ook gewoon wat andere dingen komen op dit kanaal. Want Almost Normal moet wel blijven groeien en het moet wel groter worden dan dat we nu zijn. Dus nu heb ik een idee voor een nieuwe serie om het toch wat leuker te maken. Ik heb sowieso veel series al in mijn hoofd wat ik nog steeds ga doen. Ook met fingerboarden, want ik blijf ook zeker fingerboard content maken. Omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind om te doen. En het is gewoon nog steeds een superleuke hobby. Maar ik wil ook eens andere content gaan maken. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Want ik heb een nieuw idee. Een serie waarbij ik mezelf ga afvragen of ik ooit normaal kan worden. Word ik ooit normaal? Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. En daarom wil ik graag van jou een reactie of meerdere reacties. Met vragen, met opdrachten, met iets wat ik kan doen om normaal te worden. Zodat jij me kan helpen met normaal worden. Althans, dat denk ik dan. Hé ja, dit wordt natuurlijk wel een bijzonder ding. Dus ik hoop dat jij in ieder geval een leuke reactie kan achterlaten. Zodat ik daaraan kan werken. En wie weet worden we dan allemaal een beetje meer normaal. Of worden we dan juist meer bijna normaal? Nou, dat zien we dan wel. Maar waarom wil ik nou dan andere content maken dan alleen maar fingerboarden? Ik merk dus dat de sparkle, de mensen die super hyped waren, een beetje aan het afzakken zijn. En dat kan, dat mag. Maar ik merk ook dat ik daar zelf ook wat meer gedemotiveerd van word. Want ik steek heel veel tijd en moeite in de video's. En het is jammer om hoe meer tijd en moeite ik in de video stop, hoe minder ervoor terugkomt. En dan ja, maakt me dat ook best wel gedemotiveerd. En dat is denk ik heel logisch, maar daar ben ik gewoon heel eerlijk over. En daarnaast doe ik gewoon nog een hele hoop andere dingen, zoals livestreamen op Twitch, wat ik super leuk vind. Ik doe nog steeds 5 dagen in de week livestreamen. En ja, jullie moeten daar ook natuurlijk naartoe. De linkje staat nog steeds in de beschrijving. En zoals jullie ook kunnen zien achter me, ik laat het zo even goed zien, maar achter me heb ik allemaal van die studio gear opgehangen. Gisteren hing het en nu is het er allemaal afgevallen, dus dat gaat ook niet zo goed. Maar dat maakt niet uit, want dat gaan we ook alweer fixen. Heel erg snel laten zien. Kijk, hier had ik dus allemaal, al die panelen had ik al hangen. En ik word vanochtend wakker en alles zoals het daar zo... Wacht, ik zal het even wat lichter maken, dan kan je het wel beter zien. Maar zoals het daar zit, zo was het zeg maar. En hier had ik ook een vet ding. Maar ja, ik ga dus vanmiddag nog heel even snel naar de Gamma. En dan ga ik wat kit halen en dan ga ik zo kit hier zo op. Dat is een goede hack trouwens. Eerst dubbelzijdig tape en dan kit erop. En dan, ja, dan kan je het wat makkelijker plakken. Ja, dat ging ook niet helemaal lekker. Maar ja, uiteindelijk komt het allemaal goed. Maar het kost dus weer 2 uur tijd. Want ik ben daar dus heel erg lang mee bezig geweest. En ik mag nu weer alles opnieuw gaan doen. Super nice. Er zijn dus heel veel dingen die ik wel graag doe en wil doen. Alleen die ik mezelf tegenhoud om dat te zeggen van... Hey, maar op YouTube ga je alleen maar fingerboard content maken. Wat ik dus ga doen, ik ga het gewoon wat meer combineren. Ik ga met Twitch ook wat meer combineren met YouTube. Want ik denk dat het gewoon hartstikke leuk is. Want jullie vinden het leuk om Almost Normal te zijn. En ook op Twitch ben ik Almost Normal. En ook op de video's ben ik Almost Normal. En tuurlijk, ik blijf fingerboarden. Want ik vind het super leuk. En ik word ook serieus goed. Volgende week gaan jullie even een progressievideo van mij zien. Van hoe goed ik nou ben inmiddels in fingerboarden. Het is dus dat ik een beetje wat meer gewoon alles wil gaan doen. Ik wil mezelf niet meer binnen de lijns houden van oké, op YouTube doe je alleen maar fingerboard content maken en op Twitch doe je alleen maar gamen. Want zo werkt dat niet. Want ik vind het ook gewoon leuk om ander soort content te maken. Ik ben gewoon heel erg iemand die graag jullie entertaint en ik vind humor echt super leuk om in mijn video's te verwerken. En daarom denk ik ook dat dit een goede stap gaat zijn om Almost Normal wat groter te maken. Als ik dan eindelijk die 5000 abonnees haal, dan komt er waarschijnlijk iets heel erg leuks aan voor jullie. Maar dat zien jullie dan wel. Nogmaals dan de vraag speciaal in deze video voor mijn nieuwe serie, Word ik ooit normaal? Reageer hier iets onder. Het mag alles zijn. Het hoeft dus niet met vingerboarden te maken te hebben. Dus ook bijvoorbeeld dat ik, als ik net mijn tanden heb gepoetst, dat ik dan een sinaasappelsap moet drinken. Alles mag. Alles mag hier reageren. Doe het niet te gek, want hè, dan doe ik het gewoon niet. Want die keuze heb ik alsnog. Maar reageer dus wel iets waarvan jij denkt van hé, als jij dit doet, dan kan je wat normaler worden. Of juist niet. Weet je, dat is aan jullie. Het lijkt mij dus leuk om wat meer verbinding met jullie te maken. En dit is dus de eerste stap. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk gaan vinden. En binnenkort waarschijnlijk ook wat meer Twitch highlights op dit kanaal. Ik ga Almost Normal gewoon echt ombouwen naar gewoon één groot iets. In plaats van dat ik allemaal losse delen heb. Ik denk dat dat een veel leuker en beter idee is. En de content die blijft wel komen. En ik heb dus deze nieuwe camera. Dus ik kan ook steeds meer leuke
leuke dingen doen. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Ik heb jullie hulp daarbij nodig. Reageer dus een leuke reactie. En wie weet kom jij in de eerste aflevering van Word ik ooit normaal? Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat het gaat zijn en hoe het gaat worden. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Thanks voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!